Dat iedereen nog een beetje wakker is. We gaan nu naar de derde presentatie toe, dus didactisch niet heel handig denk ik om alleen maar te zenden. Maar vraag gewoon als je een vraag hebt ook even tussendoor. Ik probeer het dan zo interactief mogelijk te krijgen. Ja, dat is hem. Even een korte introductie. Ik denk dat ik de vreemde eend in de bijt ben in het sprekerspanel. Ik ben organisatieadviseur. Ik werk bij Capgemini Consulting. Dat is een onderdeel van het grote Capgemini bedrijf. En ik ben verantwoordelijk voor de tak onderwijs. En ik ga jullie wat vertellen over de business impact van MOOCs. En ik ga met name een beetje eer aan doen. Ik ga daar vanuit de concurrentiebril naar kijken. Wat is nou het effect op de marktverhoudingen, de concurrentieverhoudingen in het hoger onderwijs door de opkomst van MOOCs? Dit zijn mijn gegevens, als jullie me nog terug willen vinden. Ik meld er ook even bij dat ik privé betrokken ben bij de oprichting van de Khan Academy Nederland. Een niet-commercieel initiatief. Dat is een non-profit initiatief om de Khan Academy, die sommigen van jullie ook zullen kennen, in het Nederlands te vertalen. Dat doen we met allerlei vrijwilligers. In het begin van mijn presentatie start ik daar ook even. En daarna ga ik heel snel door naar mijn meer commerciële blik op deze ontwikkelingen. Hier kan ik heel snel doorheen, want mijn voorgangers hebben eigenlijk het meest al aangeraakt. Het verschil tussen CMOOCs, de connectivistische MOOCs, die vanuit een wat, ik zeg wel eens experimentele of wat extremistische leertheorie vertrekken, om eigenlijk ongestructureerd netwerkleren mogelijk te maken, die liepen al een tijdje en die hebben al hele grote schaal bereikt. Er zijn er al van 20.000 studenten geweest, onder leiding van Stephen Downes, in 2010 onder andere. Dat is iets heel anders dan de X-MOOCs waar we het net over hebben gehad. En dit zijn eigenlijk de namen van de mensen. Nou, ik hoop dat jullie toch iets hebben meegekregen, dat ik hard genoeg praatte, maar nu is het beter. De Massive Open Online Courses, de MOOC zoals we ze nu kennen onder de naam X-MOOC, die zijn geïnspireerd door Salman Khan. Die zien jullie daarboven, een hedgefonds-analyst die in zijn vrije tijd zijn nichtje ging instrueren via YouTube-filmpjes en die een eigen platform is begonnen om de YouTube-filmpjes te voorzien ook van oefeningen en een eigen leeromgeving. Hij heeft twee jaar geleden, maart 2011, een presentatie gehouden op TED. TED, het bekende platform waar ook Al Gore zijn presentatie over de klimaatverandering had gehouden. Nou, dat is een hele eer. In dezelfde week als Sebastian Thrun, dat is de man in het blauwe hemd op de linkerfoto, die gaf daar een presentatie over de Google driverless car. Die ontwikkelt bij Google. Hij is daar vice president. En hij is daarnaast hoogleraar artificial intelligence bij Stanford. En die was erg chagrijnig dat hij minder hits had dan Salman Khan op TED. En heeft toen in de zomer met Peter Norvig, Andrew Ngee, zeg je, en Daphne Koller, die vier, die zitten allemaal bij het computer science department van Stanford, bedacht, wij gaan dat ook doen. Wat die Khan kan, dat kunnen wij ook. Wij hebben 200, 300 studenten per semester. En die Salman Khan had er in 2011 2 miljoen. Op dit moment heeft Salman Khan er 8 miljoen unieke per maand. Zij hebben dat bedacht zonder dat af te stemmen met het college van bestuur. Dus ze zijn gewoon begonnen. Ze hebben gewoon een mailtje de wereld ingestuurd naar hun bevriende groepen online. En binnen 5 weken waren er 10.000 inschrijvingen. Toen zijn ze naar het college van bestuur gegaan, hebben daar flinke ruzie gekregen, want het voornemen was om ook een certificaat uit te reiken voor die cursus, een formeel certificaat. Nou, dat heeft heel wat ruzie gekost. Uiteindelijk is het geen formeel certificaat geworden, non-formele certificaten die door de docenten worden ondertekend. Dat was zomer 2011 en najaar 2011. En professor Anand Agarwal, dat is de rechter, die is van het MIT Computer Science Department voor het Artificial Intelligence Lab. En die heeft vanuit MIT MITx gestart, wat later edX is geworden. Ik laat jullie deze gezichten even zien, want dat zijn de mensen achter deze drie platforms. En zoals ook al door mijn voorgangers is verteld, linker en het middenplatform zijn commerciële platforms, gefinancierd door venture capitalists uit Silicon Valley. Geen open initiatieven. Het platform is gesloten, gelicenseerd. Ze doen partnerships met andere universiteiten en het verdienmodel daarachter is heel divers. Daar ga ik zo nog nader op in. edX is iets anders, dat is een non-profit initiatief, maar heeft ook aardige ambities. edX heeft uitgesproken dat ze 1 miljard online studenten willen. Dat is erg veel. Maar dat geeft even aan wat hun ambitie is. Ze willen feitelijk 1 op de 6 mensen in de wereld online onderwijs gaan geven.
het venture capital, het is net ook al door Frank even benoemd, dat geeft ook aan dat men verwacht dat er geld te verdienen is. En een heel belangrijke verwachting is dat de databases die gaan ontstaan bij deze partijen, waar Frank het ook over had, ja, die gaan goud waard zijn. Er zit potentieel goud. Als je een database hebt met 1 miljard studenten, waarvan je weet wanneer ze studeren, wat ze studeren, hoe goed ze zijn, daar kun je heel veel geld aan verdienen. Los van het verkeer wat er door zo'n platform heen gaat. En het zijn dus ook meer distributiekanalen die hier ontstaan dan universiteiten. Want de content wordt op een andere manier geproduceerd, het wordt door anderen aangeleverd en zij verdienen feitelijk aan het distribueren ervan. Wat ik er nog even bij noem is dat zowel Udacity als edX met Pearson samenwerken als het gaat over het afnemen van proctored exams. Dus daarmee is het probleem van identiteitscontrole voor een deel ondervangen. En Coursera heeft 2 weken geleden of 3 weken geleden aangekondigd ook een samenwerking aan te gaan met ProctorU. Dus wat tot nu toe een online examen was wat je gewoon deed en dan moest je maar op het blauwe oog geloven dat jij het ook had gedaan. Kan inmiddels in computer-based testing centers door de hele wereld. Pearson heeft er iets van 4000 in 170 landen. ProctorU heb ik nog niet helemaal nagezocht waar zij allemaal zitten. Het is vooral Amerikaans tot nu toe. Maar die hebben waarschijnlijk ook wereldwijde ambities. Deze sheet is inmiddels verouderd. Maar wat ik hier wil laten zien is dat de universiteiten die hier instappen, dat is in een enorm tempo gebeurd. Dat hebben jullie natuurlijk meegekregen. Maar er zijn 25 van de initiële 32 partijen die bij Coursera aansloten, waren top 100 universiteiten. EdX waren op de University of Texas na, en inmiddels zijn er nog wat colleges aangesloten en nu net weer 6 andere universiteiten, waren allemaal top 10 universiteiten. Van beide partijen waren 7 van de top 10 universiteiten aanwezig. Dat zegt iets over de snelheid waarmee dit gaat. Met het begin van het open courseware verhaal met MIT, toen ging Harvard het juist niet doen. En pas later onder een andere naam, omdat MIT het begonnen was. Dus er is een hele snelle verschuiving geweest. En daar ga ik hierna even op in. Overigens, er werd net ook wat over gevraagd over de didactische modellen en de vormen. Er wordt veel gekeken ook naar andere initiatieven. Ik weet dat edX de eerste cursussen erg heeft afgekeken van Khan Academy. Udacity heeft dat ook gedaan. En die maken inmiddels gebruik van allerlei soorten animaties, maar ook van YouTube-filmpjes met ingebouwde multiple choice, buiten opgenomen filmpjes. Dus er wordt veel geïnnoveerd op het vormgevingsniveau. En misschien voor degene die dat nog niet, de Codecamy is ook een interessante. Die wordt ook nagedaan in Udacity. Wat Udacity sowieso anders maakt, dat is net ook genoemd. Udacity werkt niet met partneruniversiteiten die de content leveren, maar die werkt met individuele docenten. Soms zijn het docenten, soms zijn het mensen uit het bedrijfsleven, zoals de bazen van Google of Microsoft. Die worden ingehuurd om onderdelen van het curriculum in te spreken. En Udacity is daarmee ook meer echt een online universiteit, omdat ze hun eigen content ontwikkelen en hun eigen studenten werven voor zichzelf, terwijl de twee andere meer distributieplatforms zijn. Het meest interessante vind ik zelf is de discussie over certificaten. Kwaliteit is nog een andere waar we zo op terugkomen, maar er zijn doordat het eigenlijk bottom-up ontstaan is, allerlei verschillende soorten certificaten ontstaan. Certificates of Honor, Certificate of Accomplishment. Soms door de docent ondertekend, soms door de universiteit die de course heeft gemaakt ondertekend op iets wat van Coursera is of van Udacity of van edX. En het heeft geen formele status, tenminste, tot vrij recent, want inmiddels heeft Coursera met 5 cursussen van andere universiteiten hebben ze een accreditatie verworven. Dus daar krijg je nu een geaccrediteerde cursus. Betekent dus dat je een course van Penn State of een andere Amerikaanse universiteit kunt volgen. Als je dat in een computer-based testing center je examen doet, waardoor je identiteit is gecontroleerd, heb je een geaccrediteerde cursus gedaan, waarmee je naar je eigen universiteit kunt lopen om een vrijstelling te vragen. De grote vraag is natuurlijk, waarom zou je dat doen, gratis je onderwijs weggeven? En daar is al heel veel over gespeculeerd. Sterker nog, ook Udacity, Coursera en edX speculeren daarover. Want dit zijn een aantal dingen die uit de contracten van Coursera komen. Kijk, de distributieplatforms, dat daar een verdienmodel in zit, dat zal voor iedereen logisch zijn. Er is een enorme markt, blijkt er te zijn.
En zij kunnen, en dat doen ze ook al, licenties aangaan met andere universiteiten voor het gebruik van hun platform. Dat doet zowel Coursera als Udacity als edX. Udacity doet dat met, ik dacht, Antioch University. Nee, dat was Coursera, die doet het met Antioch University. Udacity doet het met Colorado State University. En edX die doet het met Texas University System. Waaronder de Universiteit van Austin. Dat is een goede universiteit, die staat in de top 100. Maar die hebben ook nog 8 andere instituten, medische instituten en universiteiten die veel lager staan. En ze gaan zelf content produceren om op edX te publiceren. Maar ze gaan ook de courses van andere universiteiten, van MIT en Harvard, gebruiken in het reguliere curriculum op hun minder hoog aangeschreven universiteit en hopen daarmee kosten te besparen. Dus je ziet ook een onderscheid ontstaan tussen producenten van courses, van MOOCs, en gebruikers van MOOCs. En dat is denk ik een hele belangrijke vraag om zo even op in te gaan. Wat betekent dat? Wat edX nu al doet, is dat je een proctored examen kunt afnemen in een vestiging van Pearson. Dat kost $95. De meeste opbrengsten die gaan naar Pearson, maar een deel van de opbrengsten gaan naar edX. En als dat tienduizenden keren gebeurt, dan heb je natuurlijk een aardige inkomstenstroom opgewekt. Die in ieder geval de kosten moet gaan dekken voor edX. Dat is de intentie. Ze hoeven daar niet aan te verdienen, maar ze willen de kosten terugverdienen. En waarschijnlijk nog wel wat extra om te kunnen blijven innoveren. Udacity, de derde bullet, die heeft heel duidelijk gekozen voor het profiteren van de data die ze aan het opbouwen zijn. Die verkopen de cv's van de studenten die bij hun cursus hebben gevolgd. Dus ze hebben een database, ze ranken iedereen, alles en iedereen. Dus de top 100, top 1000 van elk vak dat ze hebben aangeboden. Dan bieden ze de studenten aan, wil je dat wij je cv hier in Silicon Valley voorleggen aan Google, aan Microsoft, aan IBM. En dan vangt Udacity een wervingsfee. Is overigens een gebruikelijke praktijk op veel Amerikaanse universiteiten. Alleen hier wordt het tot een businessmodel voor een online universiteit verheven. En inmiddels zijn er al contracten afgesloten tussen een 350 partijen in Silicon Valley die proactief bepaalde profielen zoeken binnen de database van Udacity. Udacity zit heel erg in de ICT-hoek, heel erg in de beta-hoek. Dat geldt iets minder voor de andere twee platforms die zitten op een veel beter breder spectrum. Maar dat geeft aan dat er nieuwe verdienmodellen bedacht worden. Er wordt ook gedacht aan een premium-freemium model. Hè. We gaan eerst zorgen dat we heel veel schaal hebben en dan kun je een stukje gratis doen en dan moet je wat meer gaan betalen of voor extra diensten gaan betalen. En advertenties is natuurlijk ook als model genoemd dat als je honderdduizenden, miljoenen mensen over je kanaal hebt lopen, dan valt er ook aan advertentieruimte veel te verdienen. Zeker als je weet wie het zijn, net zoals Facebook. Maar ik wil het eigenlijk niet te veel over het verdienmodel voor die platforms hebben, want dat zie ik wel gebeuren. Vooral ook Coursera die in zijn contracten met andere partijen een fors deel van de inkomsten of de toekomstige winsten voor zich opeist. Ik weet niet wat jullie hebben afgesproken in Leiden, Marja, maar de gemiddelde bandbreedte is 85 tot, ik geloof zelfs 95% van de winst gaat uiteindelijk naar Coursera. Die neemt ook het risico, die stopt er ook het geld in. Maar dat zegt toch wel iets over wat je er aan universiteit of producent van courses nog aan over gaat houden. Dat is niet zoveel. Terwijl je wel een groot deel van de kosten maakt. Terwijl de kosten van het platform op zich overzichtelijk zijn. Dus ja, is het nou een hype? Is het een disruptive innovation? Wat door heel veel Amerikaanse media met name is geroepen. Dit gaat het hoger onderwijs op zijn kop zetten. Dit gaat het hele oude businessmodel wegvagen. Nou, ik heb daarnaar gekeken vanuit twee projecten die ik heb gedaan. Ik heb vanuit Capgemini vanaf vorig jaar voorjaar een onderzoek gedaan. Dat doen wij samen met het MIT Center for Digital Business. Dat is een breed onderzoek van 3 jaar naar de impact van digitale transformaties in allerlei traditionele sectoren. En ik heb daar, toen ik deze ontwikkelingen tegenkwam, onderwijs als casus ingebracht. En ik heb in Nederland een aantal gesprekken gevoerd met bestuursleden over de verwachte impact hiervan. Dat was rond de zomer. Dat was erg vroeg, want een heel groot aantal bestuursleden had er nog niet van gehoord. Eigenlijk alleen de bestuursleden van universiteiten en hogescholen die al zeer actief waren op het gebied van open courseware. De anderen waren totaal niet op de hoogte. En daarnaast heb ik in de afgelopen najaar bij de TU Delft een project gedaan in opdracht van het CVB om een nieuw businessplan voor online onderwijs te schrijven. En daarbij heb ik een stuk strategie moeten meenemen omdat er zoveel ontwikkelingen waren, met name op het gebied van MOOCs, dat we die moesten verwerken. En deze analyse die ik jullie zo laat zien is een samenraapsel van de conclusies die bij de trajecten komen. Net heeft Frank ook al even de hype cycle gebruikt als perspectief op deze ontwikkelingen. Dat hebben wij ook gedaan. De technology hype cycle van Gartner
is een soort van model waaruit je kunt afleiden hoe lang het nog duurt voordat iets daadwerkelijk zijn beloftes gaat inlossen op het gebied van productiviteit of diensten die vaak aan nieuwe technologie worden toegeschreven. Het is een wat omstreden model omdat je er eigenlijk niks mee kan, want het is een soort kwalitatieve inschatting of iets werkelijk gaat renderen. En we hebben gekeken, is die hele MOOC-beweging nou iets wat je met dit model zou kunnen verklaren? Die hele hype die eromheen is ontstaan, is dat nou een technology hype? Nou, ik geef geen nieuwe inzichten hoor, maar webcams, YouTube, social media en browsers zijn technologie die inmiddels wijd en zijd geaccepteerd zijn en gebruikt worden. Dus er is geen nieuwe technologie die hier de oorzaak van de hype is. Er is wel een hype, een media hype, maar geen technologische hype. En ook onderwijskundig, didactisch, is er niet zo heel veel nieuws onder de zon. Het zijn klassieke, hoorcollegeachtige courses. Hoewel bij Udacity inmiddels al wat nieuwe vormen worden gebruikt. En ik denk dat er ook nog wel heel veel innovatie los gaat komen. Maar er is geen technische hype. En ik denk dat het belangrijk is om je dat te realiseren. Dus het is geen virtual reality of het is geen nieuwe technologie die iets heel nieuws mogelijk maakt. De theorie die ik veel bruikbaarder vind om dit te definiëren is de Disruptive Innovation Theory van Clayton Christensen. Dat is een hoogleraar aan Harvard. En die is zeker in managementomgevingen zeer bekend. Hij heeft ook een heel mooi boek geschreven, The Innovative University. Een dikke pil van 400 pagina's waarin hij eigenlijk al voorspelt dat online onderwijs een enorme vlucht gaat nemen. Dat heeft hij zelfs in 2008 al voorspeld. En zijn Disruptive Innovation Theorie wordt vaak een beetje misverstaan. Want Disruptive Innovation is geen technologische doorbraak ontwrichting. De technological mudslide hypothesis noemen ze dat inmiddels wel. Zo van, ja, je hebt een nieuwe technologie en boem, alles wordt weggevaagd. Eigenlijk is de disruptive innovation technologie iets anders. Bestaande technologie wordt op een nieuwe manier gecombineerd, waardoor er een nieuwe waardepropositie ontstaat. Dus je creëert met bestaande technologie een nieuwe waardepropositie. En die creëert een nieuwe markt die voorheen niet bediend werd. En als voorbeeld wordt wel eens de verbrandingsmotor genoemd. Die werd uitgevonden, daar werd een auto mee gemaakt. Maar de eerste auto's waren geen disruptive innovation. Want die waren alleen maar betaalbaar voor hele rijke mensen. De T-Ford was wel een disruptive innovation. Want de massafabricatie van auto's maakte hem goedkoper voor hele nieuwe doelgroepen. Waardoor er een nieuwe schaal gerealiseerd werd en er een hele nieuwe markt ontstond. En daar was die technologie die inmiddels al jaren oud was, onderdeel van. Hoe zou dat in het onderwijs gebruikt kunnen worden, deze technologie? Nou, je hebt in het onderwijs al jaren online onderwijs. Zeker in Amerika is dat een grote sector die helemaal door de private aanbieders is gemonopoliseerd in de eerste jaren. Maar de afgelopen jaren zijn ook andere universiteiten daarin gestapt. Waar je in Amerika Phoenix University hebt, Kaplan University. Zijn er inmiddels ook echt top 100 universiteiten zoals Arizona ingestapt. En zelfs de topuniversiteiten, Harvard, Stanford, die hebben allemaal hun extension school of andere vorm waarin ze allerlei soorten online onderwijs aanbieden. De vraag is wat de MOOCs in deze wereld doen. En ik heb een vergelijking gemaakt, hij lijkt wat op de vergelijkingen die eerder voorbij zijn gekomen. Maar je kunt onderwijs vergelijken op een heleboel aspecten. Ik heb er hier 9 gekozen die overigens van Sebastian Groen afkomstig zijn. Je hebt traditioneel onderwijs en dat kan selective of inclusive zijn. Dat is een beetje het onderscheid tussen academisch met hoge ingangseisen en inclusive. Waar je ruimere ingangseisen kiest. En wat opvalt is als je open courseware naast traditioneel onderwijs zet, zie je dat het heel erg... Dat zijn geen cursussen in de zin dat je gestructureerd in tijd met een certificaat dat afsluit. Inmiddels zijn er ook een hoop ontwikkelingen. Maar daar zit een groot verschil tussen je campusonderwijs, je curriculum en wat je binnen open courseware kunt doen. De X-MOOCs, ik ga eerst even naar online onderwijs. Want online-only onderwijs, wat je op vele manieren kunt aanbieden, soms ook met blended stukken. Daar wordt al bijna gepoogd om het fysieke campusonderwijs in een online vorm te kopiëren. Met alle onderdelen erbij van begeleiding, kleine werkgroepen. En die kun je bij de topuniversiteiten ook volgen. Bij Harvard kun je gewoon online bijna elk vak volgen, zijn vaak masteropleidingen, in kleine werkgroepen. En daar betaal je gewoon dezelfde prijs voor als voor een campusopleiding, zonder de campuskosten. En wat doen de X-MOOCs nu? Die gaan in feite al daartussenin zitten. Die bieden bijna alles wat online al gedaan wordt. Alleen nog niet in een totaal degree program.
Er wordt geëxperimenteerd met certificaten, zelfs geaccrediteerde certificaten. Er zijn inmiddels modellen om dus de identiteiten vast te stellen. En de kwaliteitscontrole, dat is denk ik een heel interessant vraagstuk. Want is die er? Er wordt iets gemaakt, er zit een professor met een reputatie achter, er zitten universiteiten met reputatie achter. Maar er zit verder geen controle op, dankjewel, vanuit het instituut. Het wordt vaak ook vanuit de hoogleraren geïnitieerd. Mijn verwachting is dat er juist doordat de grote namen, de grote universiteiten hier instappen, de perceptie van de kwaliteit van de e-learning, die toch twee kanten kent. Sommigen zijn erg voor, sommigen zijn erg tegen. Een enorme boost gaat krijgen in de komende jaren. Als deze universiteiten online onderwijs aanbieden en er ook zelf van claimen, zoals RX doet, dat het exact hetzelfde programma is wat ze hun eigen on-campus studenten aanbieden. Net zo moeilijk, geen Harvard Lite of MIT Lite. Dan zeg je dus in feite, je krijgt hier geen campuservaring, maar de rest is allemaal hetzelfde. En net zo zwaar, alleen je krijgt er geen formeel certificaat voor. Volgens mij is dat een onhoudbare stelling. Als je hetzelfde inhoud biedt, dan bied je een andere waardepropositie. Want je biedt niet de campuservaring erbij, maar inhoudelijk, academisch is het net zo moeilijk. En heb je dus net zo'n prestatie geleverd. Ja. In die bovenste van die vorige sheet zag, en dat is ook vaak een discussie, daar heb ik nog niet over gehoord. Nee, die van de tabel. Ja. Dat is de accessibility en met name de tuition fee. Ja. Wat je veel discussie hoort is dat Amerika stevend volgens sommigen op een enorme schuldencrisis af als het gaat om student debt, die volgens sommigen nog erger is dan de education bubble. Ja, dan de house bubble market. Ja. Dat het verschrikkelijk duur is om fatsoenlijk onderwijs, hoger onderwijs te volgen in Amerika. En dat juist XMOOCs daar een breekijzer voor kunnen zijn om iets in de student debt discussie te kunnen betekenen. Ja, zowel de staten gaan bijna failliet aan de studieschulden die niet worden ingelost, als individuen die met een enorme studieschuld komen te zitten en dus geen huis kunnen kopen als ze klaar zijn met de studie. In Amerika is het onderwijs ook erg duur, is ook heel erg gestegen de prijs daarvoor. Dus er is ook veel meer competitie tussen de instellingen op basis van prijs. Maar dat maakt het ook zo disruptive dat je dus nu toegang krijgt tot het beste onderwijs, wat normaal heel selectief is, alleen voor de besten en voor de rijksten toegankelijk is, en nu in één keer door iedereen gevolgd kan worden. En daarmee is het met name wat mij betreft een positioneringsvraag. Die grote instellingen die kunnen hun reputatie wel online te gelden maken. Maar voor een heleboel mindere is dat een stuk moeilijker. Wat ik heb gedaan hier is, je kunt eigenlijk een aantal markten onderscheiden. Je hebt de echte zelflerensmarkt. Dat zijn mensen die ook OpenCourseWare gebruiken. Dat zijn er inmiddels heel veel. Er zijn ongelooflijk veel en nog steeds meer mensen die dat weten te vinden. Je had al het fysieke campusonderwijs en het online onderwijs, wat dan volledig online plaatsvond. En wat Udacity en Coursera en RX hebben gedaan, die zijn eigenlijk in een soort nieuwe tussenlaag gaan zitten. Die gaven online onderwijs. Het is geen open courseware. Het leidt wel tot een vorm van certificering, maar het is geen echt certificaat. En wat je nu de laatste tijd ziet, is dat die allerlei dwarsverbanden beginnen te leggen. Er wordt open courseware materiaal hergebruikt in edX en Coursera. Er worden afspraken gemaakt met proctoring instellingen. En ze bewegen zich langzaam naar het volledig online onderwijs. Het zijn nu nog allemaal introductiecursussen van bacheloropleidingen. Maar je ziet ze al dingen aan elkaar gaan koppelen. En er zijn nu al universiteiten die dus vrijstellingen beginnen te geven voor courses die je bij een ander volgt. En als je dat doortrekt, dan zie je natuurlijk een model ontstaan waarin je bij een aantal universiteiten je courses bij elkaar schraapt. En dan bij een andere universiteit dat als een setje inlevert en daarvoor vrijstellingen vraagt of een graad. Dit is een interessante analyse van Moody's. Vorig jaar september. Die hebben een advies gegeven aan investeerders in Amerika in het hoger onderwijs. En die hebben gezegd, de hele MOOC-beweging gaat het businessmodel en het verdienmodel van het onderwijs fors raken. Voor de wereldwijde bekende universiteiten is het die gaan hier wat aan verdienen. Die gaan daar nieuwe businessmodellen verdienen, nieuwe verdienmodellen verzinnen. Ben je nog niet zo groot, maar heb je wel iets waar je heel goed in bent? Ben je nu een nationale speler, zoals Moody's het noemt, maar ga je aansluiten bij een van die consortia, dan kun je daar fantastisch jezelf, je reputatie mee verbeteren en een enorme nieuwe markt aanboren. Maar ben je regionaal of lokaal, dan wordt het veel moeilijker. Misschien kun je er wat kostenvoordelen uit halen. Door het gebruik van andermans cursussen kun je wat mensen ontslaan en wat faciliteiten terugbrengen en wat vierkante meters terugbrengen.
Maar ga je, ben je een for-profit universiteit die nu 20 jaar, 15 jaar lang al een enorme opmars hebben gemaakt in het online domein, dan ga je een zeer negatieve toekomst tegemoet. En ze adviseren dus investeerders, aandeelhouders, om daar als een haas uit die markt weg te gaan. En je ziet Phoenix University inmiddels ook fors saneren, heel veel locaties sluiten. Dus de private onderwijsmarkt in Amerika, die de grootste online onderwijsmarkt is in de wereld, daar is nu een enorme herordening aan het plaatsvinden. Ik ben denk ik door mijn tijd heen, maar dit is dan mijn laatste sheet die ik even doe. Is het nou disruptive of een hype? Uitgaande van de disruptive innovation theorie wordt er een nieuwe waardepropositie gecreëerd. Het is een nieuwe markt, wereldwijde markt. Het gebruikt bestaande technologie die wereldwijd geaccepteerd is. Je krijgt dezelfde waarde qua academische inhoud als wat je on-campus krijgt, alleen niet de academische campuservaring. Maar ja, dat is een hele hoge waarde die maar voor een heel beperkt aantal mensen beschikbaar is en ook heel duur is. En mijn verwachting is ook dat die nog duurder gaat worden. Als je straks naar MIT wil of Harvard, die prijzen blijven gewoon doorstijgen zoals ze deden. Want als je dat niet kunt betalen of niet goed genoeg bent om op de campus uitgenodigd te worden, je staat niet in de top 0,0001% van edX, dan moet je het maar lekker weer online doen. Het is een schaalsprong die we nooit eerder gezien hebben. Er is al vaak gezegd, er vallen heel veel mensen uit in zo'n MOOC. Dat is ook zo. Maar er waren vroeger 200 studenten aan Stanford Artificial Intelligence. En nu hebben ze in één keer 23.000 tot de eindstijp gebracht. Dat is de schaalsprong. Je moet niet kijken wat er afvalt. Je moet kijken in hoeveel meer je weet te produceren voor dezelfde kosten. Want de kosten per student dalen dus spectaculair. Het zal in mijn verwachting zich gaan mengen met het campusonderwijs. Er zullen mensen zijn die on-campus MOOCs gaan volgen en bij hun eigen universiteit aankloppen, mag ik hier een vrijstelling voor? En er zullen universiteiten daar gebruik van gaan maken. En ik denk zelfs dat er early adapters zullen zijn die daar heel goed in zullen zijn en daar ook als eerste de juiste vormen in weten te vinden en ook misschien wel hun kwaliteit mee weten te verbeteren. Ik denk dat we nog veel te vroeg zijn om echt te voorspellen wat dit voor het businessmodel en het verdienmodel gaat doen. Er zullen nog veel meer varianten komen, zoals we vroeger niet konden verzinnen dat er iTunes en Spotify kwam. Zo zullen er ook allerlei nieuwe vormen komen, verwacht ik. Maar als je niet academisch onderscheidend bent en in de top 5 of top 10 van je vakgebied behoort, denk ik dat een rol als producent in de MOOC-wereld een hele lastige wordt. En ik laat jullie als laatste deze even zien. Mijn advies aan jullie is, bedenk even welk vak van de markt je je bevindt. Ben je heel selectief academisch en ben je non-profit, dan zul je vooral je academische niches in de markt moeten laten zien. En die zullen dan zichtbaar moeten zijn en dus concurrerend moeten zijn met de top van de wereld. Zit je in de private hoek en in Nederland de LOE's, NCOE's en de andere partijen, dan wordt het een low price fight market, want de prijzen gaan gewoon dalen. Als de top zijn onderwijs gratis ter beschikking stelt of op een andere manier zijn inkomen weet te regelen, dan ga je daar dus geen geld meer verdienen. En ben je een meer inclusive universiteit, meer HBO, gericht op een lokale arbeidsmarkt, dan zul je een hele vertaalslag moeten gaan maken van al dat mooie materiaal naar je lokale arbeidsmarkt, je lokale studenten. En daar is denk ik nog een heleboel werk te doen. Dat is niet zomaar gedaan, een MIT-cursus vertalen naar een HBO-setting. En de vraag is of er HBO's zijn die hier inspringen en daar een wereldmarkt weten te pakken. Maar dan zou je al in het Engels moeten willen publiceren. Zijn er nog andere vragen? Ik wil graag nog, want eigenlijk is het nu pauze, nog ruimte voor twee vragen. Aansluitend pauze. Als jullie vragen hebben, ga vooral naar Timo toe. Esther Hoorn, Rijksuniversiteit Groningen. Timo, bedankt voor je presentatie. Ik miste helemaal het perspectief van de wetenschappelijke uitgevers of de onderwijsuitgevers. Kan je daar nog iets over vertellen? Nou ja, dat had Frank al even genoemd, geloof ik. Zowel Coursera als edX die geven de mogelijkheid om boek mee te leveren in de course. Pearson werkt daar dus ook aan mee en ook andere uitgevers beginnen daar aan mee te werken. Ja, die zijn ook erg beducht voor hun eigen businessmodel. Want wat je in feite hier creëert, is een nieuw distributiemodel voor je course en ook je course materiaal.
En dat zie je ook in edX. edX is wat uitgebreider qua functionaliteit dan Coursera. Maar Coursera is toch veel hergebruik van weblectures. En edX is ook de complete tekst die is uitgesproken, die loopt mee naast de filmpjes. En ja, je kunt in de moderne browsers, kun je dat gewoon in één keer vertalen in alle talen van de wereld met Google Translate. Dus die teksten lopen mee. En ook de volledige, het course material van MIT bijvoorbeeld zit ook volledig geïntegreerd in die site. En ja, je hebt dus eigenlijk het boek niet meer nodig. Want het boek wordt eigenlijk volledig uitgelegd in de course, in een heleboel kleine clipjes. En ik denk dat dat erg bedreigend is. Alhoewel de eerste course van edX, dat boek wat daarvoor beschikbaar was 8 jaar oud. Dat was uitverkocht wereldwijd. Dus Anand Agarwal, die had 200 cursisten per jaar voor electronics en... Nee, niet magnetisme. In ieder geval zijn eerste course en dat boek was normaal een paar honderd studenten per jaar. En dat was wereldwijd uitverkocht. Dus er zit toch nog wel een model in voor individuele docenten om er wat aan te verdienen met een uitgever. Maar ik weet nog niet hoe de uitgeverijwereld hier echt aan gaat verdienen. Meri, dank bij Erasmus MC. Je zei dat er 1 cursus geaccrediteerd was. 5. 5, oké. Okay. Ja. Hebben ze daar ook de authenticatie opgelost? Dat is één Ja, dat vraag. Doen ze met ProctorU. ProctorU is een dienstverlener die in Amerika allerlei locaties afhuurt om identiteiten vast te stellen. En dan kun je achter de computer plaatsnemen en je examen afnemen. En dan heb je dus niet alleen een examen afgenomen, maar dan heb je ook je identiteit laten controleren. En die combinatie betekent dat je dan een geaccrediteerd certificaat krijgt. Dat is een ander track binnen Coursera. Het signature track, dat hebben ze net 3 weken geleden gelanceerd. En als je dat volgt, ja, daar moet je dus ook wat meer voor betalen. Dat zijn inmiddels al prijzen die richting het reguliere online onderwijs gaan. En daaraan geleerde vraagt verder het allergrootste deel van de MOOCs is vrij, leidt tot een vrijblijvend certificaat. Toch verwacht u dat er heel veel belangstelling is voor al die cursussen, want academische inhoud op hoog niveau weliswaar zonder die campuservaring. Uh-huh. Zou dat dan ook niet een effect hebben op de waarde van de diploma's? Het zijn vrijblijvende certificaten. Als dat op grote schaal gevolgd wordt en de inhoud heeft in feite hoogstaand academisch niveau, hoe gaat dat zich ontwikkelen? Met name in de wat minder ontwikkelde delen van de wereld of de opkomende economieën zie je dat dit al zijn eigen maatschappelijke waarde heeft. Dus in India zet iedereen onder zijn cv dat hij zo'n MOOC heeft gevolgd met goed gevolg. En ook zijn ranking in de zet hij erbij. Ja, dat is voor een gemiddelde Indiaanse werkgever een prima indicatie van je kunnen. En daar zitten natuurlijk wel al de fraude-elementen nog aan vast. Bij ons is dat wat lastiger. Ik bedoel, hier kijkt een werkgever toch nog meer naar een formeel diploma. Alhoewel, zeker in de wat meer innovatieve industrieën, ze daar wat minder mee hebben. En al heel erg geïnteresseerd zijn in wat dit kan bieden voor hun eigen instromende werknemers en zittende werknemers. Ik weet niet of ik je vraag helemaal beantwoord, maar je ziet dat het een eigen maatschappelijke waarde begint te krijgen. En dat het een eigen academische waarde krijgt, doordat andere universiteiten vrijstellingen beginnen te geven. Voor MOOCs die niet bij henzelf zijn gevolgd en waar ze ook nergens betrokkenheid bij hebben gehad. Zoals Georgetown University, die behandelt het gewoon conform de reguliere vrijstellingsregeling. Dus heb je een MOOC van MIT gedaan en heb je een identiteitsbewijs erbij dat je dat was, dat jij het hebt gedaan en niet je oom of je vader of iemand anders, krijg je gewoon de punten. Dankjewel Timo voor deze afspraak.